Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis en Helma Lodders van de VVD hebben Kamervragen gesteld over de situatie rond de 13-jarige Milo uit Almere. Binnenkort overlijdt zijn moeder Linda en dan is hij wees. Om in het ouderlijk huis te kunnen blijven wonen is 45.000 euro nodig om de erfbelasting mee te betalen. We hebben nu contact met het Flevolandse Kamerlid Helma Lodders, een van de vragenstellers. Mevrouw Lodders, goedemiddag. De vragen die u stelt zijn gericht aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken. Wat treft u precies zo in deze kwestie dat u daar opheldering over van wilt van het kabinet? Nou, zondagavond las ik een bericht over over dit verhaal van Linda en haar zoon Milo. En ik heb achteraf begrepen dat jullie al eerder aandacht aan deze kwestie hebben besteed omdat Linda in Almere woont. Mm-hmm. En wat mij raakte was het zo'n schrijnende situatie. Ik bedoel, ja, dit bedenk je niet. En deze omstandigheden staan ook in geen enkele wet omschreven. Dus dat is de reden waarom ik hier toch in pen geklommen ben. Ja, maar wat is het precies wat u wilt weten? Nou, kijk, het komt natuurlijk niet zo heel vaak voor, gelukkig. En we hebben overigens wel naar de cijfers gevraagd. Maar het komt niet zo heel vaak voor dat een wees een huis erft van zijn ouders. En als je dan vervolgens daar niet in kan blijven wonen op de manier zoals je dat met elkaar zou willen doen. Ja, dan dat raakt je, zeg maar. Ik bedoel, weet je, voor deze jongen is het echt ongelooflijk ernstig wat er aan de hand is. Hij is zijn vader verloren. Hij zal binnenkort zijn moeder gaan verliezen. En als je dan in het huis wil blijven wonen waar je opgegroeid bent, waar je herinneringen met elkaar gemaakt hebt, en dat kan niet vanwege een financiële kwestie, vanwege de wet en regelgeving, ja, dan moet je daarvoor aan de slag. Dat moeten we gewoon mogelijk kunnen maken. Ja, dat moeten we gewoon mogelijk kunnen maken, zegt u. Maar wat zou een oplossing kunnen zijn? Nou, dat is de reden waarom de staatssecretaris vragen heb gesteld. Ik wil dat de staatssecretaris meedenkt om te kijken van hoe kunnen we dit dan oplossen. Het gaat nu vooral over de erfbelasting. Nou, misschien kunnen we een langjarige uitstel en terugbetalingsmogelijkheid creëren in dit soort hele specifieke gevallen. Ja, dat iemand het pas hoeft te betalen op het moment dat hij ouder is, in ieder geval meerderjarig. Ja. Ouder is, meerderjarig is, misschien een baan heeft, zodat hij zelf geld verdient. En kijk, we horen allemaal de wet te kennen, maar is er misschien in de wet die de erfbelasting regelt, dus dat is de successiewet, zit daar misschien een hardheidsclausule in? Geldt ook voor de algemene nabestaande wet. Geeft die ruimte om deze jongen tegemoet te komen? En anders is de second best is de oplossing inderdaad uitstel van die erfbelasting. Zodat hij op langere termijn pas aan zijn verplichtingen hoeft te voldoen. Kijk, een minderjarige jongen hebben we het hier over. Dus deze jongen die kan ook niet een lening aanvragen of een hypotheek aanvragen. Ja, zou het misschien dus zo moeten zijn dat de wet misschien wel aangepast moet worden? Of dat hoeft dan niet? Nou, ik zou nu vooral een oplossing willen zoeken in de zin van we hebben deze situatie te maken. Beste staatssecretaris, kijk wat er mogelijk is. En ik kan me niet voorstellen dat er niet ergens een haakje zit om gewoon op heel specifieke situaties maatwerk te verlenen. Dus dat is waar ik vooral nu op inzet. Kijk, het zal altijd blijven voorkomen dat er situaties kunnen ontstaan die je van tevoren niet bedacht hebt. En om dan in alle gevallen de wet aan te moeten passen, dat gaat misschien ook wat ver. Ik hoop en ik doe een beroep op de staatssecretaris dat hij gewoon binnen de bestaande wet en regelgeving in ieder geval voor kan zorgen dat hij in deze kwestie een maatwerk kan verlenen. Ja, hoe vaak komt het eigenlijk voor dat u op basis van één geval waar u van hoort, dat u daar dan vragen over gaat stellen? Gebeurt wel eens vaker. Dit is nogmaals een hele tragische situatie. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens het signaal gehad. Totaal anders hoor en niet te vergelijken. Maar van een aantal vrachtwagenchauffeurs. Vier om precies te zijn. Die veel rijden in Noorwegen. En daar te maken hebben gehad met. Daar te maken hebben met een dubbele belasting. Omdat zowel de Noorse Belastingdienst belasting vraagt.
En INT en de Nederlandse Belastingdienst ook. Nou, gaat om 4 mensen die in die situatie zaten. Dan krijg ik berichtgeving en dan ga je dat natuurlijk wel onderzoeken of het ook klopt. En uiteindelijk ben ik daar ingedoken en heb ik ook deze mensen kunnen helpen. En ja, dat is waarvoor ik in de politiek zit. Ja, de wet pakt wel eens oneerlijk uit voor mensen in sommige gevallen. Ja, klopt. Ja. Nou is het zo dat in dit geval, het geval van Milo, ook al een crowdfundingsactie is gestart. En die loopt vrij goed. Dus het lukt waarschijnlijk. Dan zou hij genoeg geld hebben om die erfbelasting te betalen. Dus eigenlijk hoeft dan de staatssecretaris niet meer in te grijpen. Laat u dat meewegen? Dat wist ik niet op het moment dat ik de vraag stelde gisteren. Ik wist wel dat een crowdfundingactie was begonnen, maar niet dat die zo goed liep dat het bedrag al bijna of inmiddels helemaal binnen is. Toch vind ik dat de staatssecretaris hier naar moet kijken, want het zou best kunnen zijn, omdat deze jongen nogmaals minderjarig is, hij wordt wees, uitgaande van de informatie die we hebben. Wellicht zijn er dan nog andere dingen waar hij tegenaan loopt. Dus ik denk dat het heel goed is dat de staatssecretaris hiernaar kijkt en kan bezien in hoeverre dat het toch mogelijk is om deze jongen uitstel van belasting te geven. Of wellicht zijn er andere stappen die ze kunnen zetten. En ja, zo'n actie vind ik ontzettend warm. En dat vind ik ook wel weer heel mooi dat dit gebeurt in het land. Maar om dan te zeggen van, dat is het probleem opgelost. Nee, daar vind ik de situatie echt wel te schrijnend voor. Ja, u vraagt de staatssecretaris en de minister zo snel mogelijk te antwoorden. Wat is snel in Den Haag? Nou, normaliter staat er 3 weken voor. En dan zouden ze eventueel ook nog uitstel kunnen vragen om de vragen te beantwoorden. Maar ik heb vanmorgen nog een signaal afgegeven aan de staatssecretaris van, ik hoop dat jullie echt heel snel kunnen kijken, want hoe eerder er duidelijkheid is, hoe beter. En ik heb begrepen dat ze dat ook proberen te gaan doen. Dank u wel, VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders.